Nou, Tim, wat vind je tot nu toe van de Olympische Spelen? Ja, nou, we hebben een lange voorbereiding gehad. En het was eerst heel erg relaxed, rustig trainen en zo. Maar ja, de Spelen zijn nu echt begonnen. Dus nu heb ik pas echt eigenlijk een Olympisch gevoel. Wat is er anders aan dan aan een gewone internationale wedstrijd? Nou ja, hier zijn we eigenlijk met 3 prijzen te verdelen natuurlijk. Dus dat is al iets anders dan andere wedstrijden. En ja, de absolute top van de wereld is hier aanwezig. Dus ja, dan is toch wel anders dan andere wedstrijden. Wat vind je het leukste tot nu toe? Het leukste vind ik toch wel dat we zitten met alle ruiters in 1 hotel. En ja, dat is wel heel erg gezellig. En wie zijn er met je mee? Nou, mijn ouders zijn alle 2 mee. Mijn vader is als coach mee, mijn moeder als groom. En verder heb ik mijn zus is gisteren aangekomen om te kijken samen met mijn vriendin en nog wat familie. Okay. En wat vindt oom Carlos er eigenlijk van? Ja, volgens mij denkt hij ook, ofwel dacht hij eerst dat hij een beetje op een soort trainingskamp was. Want ja, normaal ben je 2 dagen voor de wedstrijd aanwezig, dus dan begint de wedstrijd. En nu dacht hij elke keer van, nou, de wedstrijd zou wel beginnen, maar dat gebeurde dus nog niet. Dus hij is vrij relaxed. Maar merk je dat aan hem? Krijgt hij dan een beetje spanning? Of, Nou, hij kan op. We mochten bijvoorbeeld 2 of 3 dagen trainen in het hoofdstadion. En op een gegeven moment dan begint hij iets meer spanning te krijgen. Gewoon omdat ik denk dat hij dan weet dat de wedstrijd gaat beginnen. Maar gelukkig hebben we zo lange voorbereiding hier. Dat we hem een paar keer hebben kunnen foppen. Dus hij is. Nou, denkt hij van: oh ja, het zou allemaal training zijn.